3D printen bij ons is echt een aanjager geworden van innovatie. Innovatie laat zich niet stroomlijnen, laat zich niet vastpinnen op een bepaald thema wat binnen een bepaalde tijd opgelost moet worden. Dus 3D printen voor ons is echt een aanjager geweest om mensen out of the box te laten denken, vrij te laten denken over de toepasmogelijkheden en dat ook weer te betrekken op onze machines. Wij helpen Wemo bij het innoveren op het gebied van 3D printen door samen met de techneuten en samen met de mensen binnen Wemo te kijken naar de mogelijkheden van 3D printen en wat dat voor kansen biedt voor hun organisatie. Ik denk toch heel conventioneel met technieken die voor jou al bekend zijn. En dat is soms even out of the box denken. Die 3D hefarm die bestond uit 4 of 5 delen. Die dus afzonderlijk van elkaar geproduceerd moesten worden met een zekere nauwkeurigheid. En vervolgens gemonteerd worden. En dat is nou geïntegreerd in 1 ontwerp. Wat nabewerkt is en je dus veel sneller kunt monteren. En je hebt ook maar 1 keer de materiaalstroom, 1 keer de handling. Dus dat is met name het grote voordeel. Door de diverse projecten die wij doen, kunnen we snel toepassingen identificeren, ontwikkelen en implementeren. Dat de machinebouw gaat veranderen, dat weet ik zeker. En dan kunnen we kiezen of we gaan volgen met de verandering of we proberen toch een beetje voorop te lopen. En wij kiezen nu voor het laatste.